Op het moment dat ik die camper instap, dan ben ik een soort Boeddha. Dan ga ik zitten, iedereen kan van mij voorrang krijgen. Maakt me niet meer uit. Leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Rondreizen TV. Deze week met Hans Beum. We zijn met een beetje thema's bezig en het thema vandaag is camperreizen, want dat vinden jullie leuk, ja, hè? Twee weken per jaar doen we dat nu al, 5 jaar. Samen met een oude vriend van me, die ik al ken uit 1967. Een van mijn oudste vrienden, nee. En die heeft een mooie relatie, een mooie vrouw. En dan gaan we met z'n vieren. Hij heeft ook zijn eigen camper. Ah, dus we rijden achter elkaar aan. Ik huur een camper, hij heeft zelf een camper, dus dat kan ook. Ja. En wij huren dan een camper. Dan moet je altijd een beetje kijken van is de grootte en dit en dat. Je moet een mooie... Ja, wel let je op. Ja. Nou ja, hoe je ligt en zo. Dus ik bedoel, ik ben redelijk lang. Ja. Dus dan moet je gewoon wel lekker liggen. Dus daar kijk je op. Je campers, dan moet je in de breedte liggen. Anderen lig je zo. En ja. Je moet ook een beetje je kop kunnen keren. Dus daar let je op. Aan de andere kant, een te grote camper is ook weer vervelend. Want je wil wel een beetje mobiel en een beetje je moet kunnen draaien her en daar. Dus want kijk, de van Amerika en Canada en zo, ja. Weet je dat die landen zijn erop ingericht. Maar hier in Europa is het natuurlijk niet zo. Nee, precies. Maar goed, je gaat naar zo'n camper verhuren en dan leg je dat uit. En je hebt daar goede adviezen in. Ja. Dus dat komt vanzelf wel goed. Hoe rijdt dat? Is dat wennen of niet? Het is wel een groot, zware bak natuurlijk. Op het moment dat ik die camper instap, dan ben ik een soort Boeddha. Dan ga ik zitten, iedereen kan van mij voorrang krijgen. Maakt me niet meer uit, want ik ben op vakantie, dus het interesseert. Dus het is heerlijk. Ja. Dus ik rijd ook niet hard. Nee. Gewoon 90, 100. Heeft helemaal geen zin, weet je, want je bent op vakantie. Dus, en je laat alles voorgaan en je bent vriendelijk. En, dus zo op een vakantie kan dat. Ja. En dat doen jullie dan in de landen om ons heen? Ja, om ons heen, ja. En we hebben want je hebt ook geen zin om... Nee, te ver reizen is weer niet goed. Dus we hebben de afgelopen 5 jaar... hebben we nou 2 reizen naar Frankrijk gedaan. Ja. Bourgondië en langs de Loire. Ja. Dat zijn natuurlijk de mooie... Hè, de Bourgondië heb ik... Nou ja, dat wil je niet weten. Kijk, dit is bijvoorbeeld wat ik hier nu zie. Ja. Is op het val. Dus ja. Is Hotel de Hospital de Dieu. Dat is een ongelofelijk gebouw uit 500. Is dat toen neergezet door iemand. En daar werden de armen gratis geholpen en de rijken moesten betalen. En, wij staan allemaal aan een telefoontje te luisteren. Je krijgt in alle talen krijg je begeleiding. En dan ga je dat hospitaal in. En dat is onvoorstelbaar. Dat is in Boon? Dat is in Boon, ja. En je hebt daar ook nog een prachtig... Kijk, dat had ik net laten zien. Dat is een prachtig werk van een Nederlandse... schilder, hè? Wat ja, is dat? Ja, het is een... Van der Weijden. Waar heb ik hem nou toch? Rogier van der Weijden. Ja, precies. En het is werkelijk... Nou, als je daarvoor staat... En er zit ook nog een heel mooi vergrootglas voor. En dan die gaat heel langzaam... Langs dat hele schuift ding. Dat paneel. En langs dat paneel. En dan kun je dus precies zien hoe mooi die handen zijn gemaakt... en al die kleine onderdelen. Ja, want dit is op hout geschilderd dan, denk ik. Hè? Dit zijn panelen die... Dit is glas in lood. Oh, glas in lood. Dat is glas in lood. Oh, dat andere, anders. Ja, dat is onvoorstelbaar. Oké. Okay. Ja, hier heb ik hem. Veel luik, heet het. De dag des oordeels. Een altaarstuk in de kapel. Zichtbaar vanuit alle bedden die daar stonden. Dus ze hadden daar een bepaald aantal bedden. En die konden er allemaal naar kijken. En er gaat een loop langs het schilderij... die stilstaat op details zoals gezichten, gewaden en handen. Kijk, mijn vrouw maakt altijd prachtige fotoboeken. En die fotoboeken van latere tijden, die zijn natuurlijk allemaal... Die foto's zitten er gewoon in, maar die oude fotoboeken van, laten we zeggen, van gisteren en eergisteren... die zitten allemaal nog in die oude geplakte fotoboeken. Ja. Maar goed, camperreizen. Dus dit is dan Frankrijk, maar je bent ook naar Duitsland geweest. Ja, meestal combineren we dingen. Dus je gaat ook van tevoren bereid je een beetje voor. En Frankrijk is natuurlijk prachtig vanwege zijn kastelen en zijn wijnen. Dat doen we ook. Dus je gaat naar wijnchateaus en je laat je daarop... dat is natuurlijk ook leuk, hè? Je gaat rijden en je neemt fietsen mee. Dus dan kun je ook nog wat drinken, zeg maar. Dit was weer zo'n reis. Dan kom je helemaal aan het einde van de Loire. Kom je vanzelf al terecht bij Saint-Michel. Dat prachtige eiland. Ja. Tegenwoordig is daar een brug. Vroeger moest je wachten tot eb en vloed. Dat hoeft nou niet meer. Ze hebben nou een loopbrug gemaakt. Ja. Prachtig eilandje natuurlijk. En dan kom je vanzelf, sta je op een gegeven moment met je hond. We hadden toen Rex ook meegenomen, de hond. Dus dat is leuk. In zo'n camper kan dat ook. Ja. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Wat ik altijd hoor van campermensen is... wat ze allemaal als eerste zeggen...
waarom doet u dit? Vrijheid. Ja, vrijheid. Ja, dat is, ja. Dat is het weer anders dan fly and drive. Ja. Dan zorg je dat je hotels van tevoren geregeld hebt. Want ja. Je wil natuurlijk. Ik wil best avontuurlijk reizen. Maar ik wil wel gewoon goed op kwaliteit slapen en eten. Maar dat en heb je zo camper dus ook. Ja, zeker. Want daar ben je dan. Ja, goed. Als je een goede camper hebt, wel natuurlijk. Ja. En, maar goed, de camperreis is meer de vrijheid. Ja. Dus je gaat staan, je rijdt met de zon mee bijvoorbeeld. Of je doet wat je wil. En van tevoren stippel je dus uit van, nou, we zijn zo lang weg. We willen zoveel kilometer rijden. Ja. Want je wil per dag natuurlijk ook maar een beperkt. Nou, soms als je naar je zinnen blijft staan. Dit is Noord-Duitsland. Dat is die prachtige kust daar. Ja. Dat is bij zonsopgang. Dus lekker vroeg en dan hebben we leuke fotootjes gemaakt en zo, dat soort dingen. Maar goed, je kent dat. Het is vooral de vrijheid die je hebt. Ja. Er was ook nog een leuk dorpje, zag ik, in Duitsland waar jullie waren. Dat was... Ja, bij de ronddrijf waren we speciaal naartoe gegaan. Het is Streubeck en het is een je gelooft het bijna niet, maar het is een schaakdorp. Dit is ook het plaatselijke marktplein, zeg maar. Ja, dat is Gasthof zum Schauspiel. Ja, zie je Schachspiel, Schachspiel. Daar wordt jaarlijks een levend schaakspel opgevoerd. En dat doen ze al sinds 1662 of zo. Dus al eeuwenlang is dat dorp verbonden met de schaaksport. Hier heb je de kerktoren. Zelfs op de kerktoren is een schaakbord. In alle huizen, in veel huizen, is op de blinde muren zijn reliefs van schaakborden of schaakstukken of stellingen. En als je een keer kampioen geworden bent van het dorp of van het land, dan mag je in je huis mag je dan een lauwerkrans onder je huis zetten. Ja. Kijk, dan zal ik je er eentje laten zien. Kijk, dan heb je dit. Dit zijn alle huizen. Ja. Ik weet niet of we dat op de camera kunnen laten zien. Welke camera niet? Maar dan heb je dus. Dit zijn dus de blinde muren op de huizen. Oh, ja. Die hebben allemaal schaakreliefs. Dus je waant je daar in een soort sprookjesdorp. En ik heb daar simultaan gespeeld tegen de kinderen op school en 's avonds tegen de plaatselijke schaakvereniging. Ik heb alleen de meester remise gegeven, zodat hij nog zijn autoriteit kon handhaven. Maar voor de rest was het heel leuk en interessant. Ze hebben daar ook een museum, waarin dan die honderden jaren relatie met de schaaksport tot uiting komt. En het is natuurlijk leuk om iets te zoeken in een stadje of in een dorpje wat je bevalt. Dat is heel bijzonder. Jij ontkomt niet in je leven aan schaken. En dat blijkt maar weer, want zelfs op je campervakantie was dat zo. Maar dat hoeft niet speciaal. Nee, hoeft niet. Een camper is toch de vrijheid. En dan laat je dit niet lopen. We zijn ook in Berlijn geweest. Maar goed, hartstikke mooi. Het is een mooie reis. Mooie heel reis, leuk. Je stipt het al even aan. Morgen gaan we als thema behandelen fly and drive. Dus daar ga ik het morgen met je over hebben. En ik hoop dat u dan ook weer kijkt.